Hij heeft zot geen geld meer. Kijk dan, hij heeft nog maar 100. Ja, dan wilt hij vast wel een shop verkopen voor geld. Ja. Ja, het scheelt die naar Founder ook veel goedkoper is. Mm-hmm. Get fucked. Dat is een aantal. Dat is geen twee. Dat is weer een AK. Nou, ik dacht nog weer een AK, maar. Nee. Snap jij hier wat van? Nou, hij wil graag veel geld. Ja. Eerlijk gezegd, het is een keer goed met mensen. Dit doet hij wel. Ja. Ja, uiteindelijk, ik wil gewoon één pad klaar hebben, dus... Je weet dat je er nog één mist daar, hè? I know. Kijk, dit zijn tenminste normale tegenboden. Ja, niet 4,5, dan kan ik net zo goed een force buyout, man. Dat is enige klote, vind ik, aan die... Oh, dit is wel positief voor jou. Mm-hmm. Want daar heb je ook je fake... Ja, ik heb wel eens wat alles. Ja. Ja, maar je hebt er ook dat dingetje waar je eventueel een random ding kan kopen. Mm-hmm. Dus dat is ideaal voor jou. Ja, ik heb die suit dat ik 5 voor iedere stok heb. Ja, hartstikke mooi, maar niemand heeft momenteel nog een Monopoly, dus... Goed, ik ga even slokken drinken. Ja, ik snap hem. Mario. Je hebt een afhouding is heel veel van. Het enige wat je op kan leveren is een vroege onderhandelingspositie. Ja. Maar dat is het enige. Die onderhandelingspositie blijkt ook helemaal niks aan te hebben. Dus. Nee. Maar je zou denken dat S, het vraagt wel meer, maar dat het wel een beetje kan, dat een beetje meewerkt. Ja. Maar dat doet dus ook niet. Ja. Ze zullen allemaal in jouw rij blijven, ik weet niet waarom. Want Mario gewoon zo meteen geen geld meer. Als die zo meteen moet dokken, dan is hij zijn geld kwijt. Hij moet dokken. Ja, want hoeveel stocks heeft hij nog? Ja, stocks heeft hij niet op, dit is een ready cash. En dan mag je shops gaan verkopen. Dit is interessant. Zou ik gewoon wachten totdat hij zijn shop moet verkopen? Ja, hè? In dit geval is wachten altijd maar beter. Nog een keer, maar je moet 100 gold betalen als flat rate. Dat werkt wel. Dat is op zich een hele sterke om te hebben aan het einde van de game. Iedereen heeft een Monopoly. En je gaat weer terug. Dat is niet erg. Nee, in principe, je hebt alles wat je daar kan hebben, dus... Ik moet alleen het hartje nog. Dus moet ik langs jou, dus moet ik nu naar boven, want anders kan ik niet naar dat hartje toe. Dan zit je weer met die kruising die zo kut is. Wordt er gespruced?
Ja, ik kan die niet echt kwijt, dus... Ben jij Spruce Banner? En ik was eerlijk gezegd aan het wachten tot hij zijn stoks ging verkopen. Slime heeft ook genoeg geld. Ja. Maar ik heb hem ook 2 keer betaald, hè? Mm-hmm. Ik wil hem eigenlijk geen geld hiervoor geven. Maar ja, dit is voor mij gewoon een verkeerde shop om te hebben nu. Nou ja, 42 voor zo'n shop is niet verkeerd. Nee. En ja, en als het lukt heb je de hele lusje aan. Dus ik snap waar je niet door wil. Land hij erop. Dat zou zo leuk zijn, hè? Huh? Nog een keer, oké. Okay. Positief. Nou, de kans dat hij bij jouw land is nu. Nee, dan gaat hij deze kopen. Hé? Nee, hij heeft het geld niet, dus ik snap hem ook niet. Dit is echt niet echt. We niet, zitten weer in hetzelfde ding. Ja, welke hartje is rechts onderin? Ja, dus ik moet naar boven daarvoor. Oh ja, want het is via de kruising, ja. Ja. Ik ga wel weer die kant op. Nou, was gezellig. Veel plezier op je eiland. Ja, dat is echt niet oké. Okay. In dit tempo verkoopt zometeen Mario nog hele crap, dus. 1. Dat is geen 1. Dat is die van mij. Dan gaan we de shops dicht. Een promotion. Lekker bezig, Sleem. Mm-hmm. 1, 2. Ja, dat zal wat zijn, gaat die sproesen, zo van... Ja. Vier is arcade en 4 is de roze worp. Ja, en dan kom ik weer op dat eiland. Er zit wel een hartje. Alleen er zit... Daar zit ik ook, dus... Met veel betalen daar? Naar verhouding, ja. Ik vind het lastig. Arcade is geld. Dat klopt, alleen dan blijf ik hierin zitten. Ja. Als ik dan ook mijn geld vraag... Hier is ook het ding, hier heb je dan nog de kans als je 2 gooit, dat je naar de blue pot gaat. Dat zou wel mooi zijn. Ik kan slime zelf niet rennen. Nee. Alles weer, hoor. Ik zal winnen. Ja. Doe ik mijn liefde op zo'n manier winnen. Yeah. Ja, iedereen zit hier, dus in dat opzicht... Mm-hmm. Wordt een interessante lus daar, voor mij. Dat is het enige die ik kan krijgen, want Mario wil niet fucking verkopen. Mm. En heb ik nou verhouding de 2 kruispunten hier?
Nou, hij heeft alweer een monopolie, hoor. Mm-hmm. Ik had hem eerder kunnen krijgen, maar ja, Mario zei van, nee, Jordi, sorry. Same. Hey. Dokker. Drie. Ook nog beter. Ja, maar die heeft geen promotie, dus als hij zo meteen op een van de drie aanliggende van de bank komt, is hij alweer klaar. Nee, wat ik wel even ga doen, ik ga even kijken of dinges wel wil ruilen bij mij. Slime? Ja. Ja, waarschijnlijk wel. Oh, wacht wel, ik ga het anders doen. Oh, dit is mijn shops, hè? Ja. Ja, jouw shops. Ik ga die, want die zijn namelijk hetzelfde waard waarschijnlijk. Misschien dat hij dan duurt. Oh, nee, je zit net iets boven, wel waarschijnlijk iets meer maximum kapitaal erin kan. Ja. Ah, het was te proberen. Ja. Ik zal straks wel kijken of ik hem gewoon kan. Oh, nice, ik kan over. Zie je, ballonpoort. Oh. Ik denk net onder Mario. Oh ja, dat kan ook. Hier heb je nodig. Maar als ik gezegd pak. Die. Ja, het duurt wat langer, maar ja, dan kan je direct door naar beneden. Het is wel weer een lange lus, maar aan de andere kant. Nou, een keer een hartje. Wat nu eigenlijk niet nodig is. Typerend. Nou, met dit hartje heb ik wel geen stoks hoef te verkopen. Door het hartje. Dat is inderdaad waar. Oh, er wordt gespruced. Ja, uiteindelijk heb je er meer aan nu, maar zij zo. Ja, maar dat is het ook gewoon van. Laat Mario zometeen maar zijn dingen gaan auctionen. Dan ben ik klaar. Ja, dat is wel fijn. Ik wou net zeggen, daar ben ik niet zo blij mee. Dat valt niet mee. Want slime heeft heel veel ready cash. Mm-hmm. Slime is difficulty day. Ja. Mario is wat niks meer. Twee. En die moet gaan. Die is niet dood. Ja. De meeste, die moet nu de shops gaan verkopen. Ja. Dus niet degene die je moet verkopen, vriend. Nee. Maar jij kan er niet eens aan meedoen. Ja. Geef me aan. Ik zou zeggen, geef me aan slime. Ik zit er nog, jij zit er nog, dus. Misschien vind je het alleen maar interessanter om te ruilen dan straks. Niet wijs. Ik kan tenminste onderhandelen met low difficulty. Ja. Kom op, 5. Dat is 4. Ja. Het is niet veel, maar. Nee, maar het wordt allemaal nog hoger als je straks die vierde wel krijgt. En dat waren mijn stocks. Ja. Nu moet je oppassen. Mm-hmm. Nee, ik heb ook geen promotie in het verschiet liggen, dus. Waarom gaat hij die sproezen? Geen. Nou, hij heeft er wel aandelen in, dat wel. Ja, dat wel, maar. Is het slim? Dat is een andere. Nee, dat is het niet. Oh, dank je. Oh, jawel. Naar de staf, denk ik, of niet?
Nee. En dan gaat hij shops verkopen. En Wedden heeft verkoopt alles behalve die. Ja, waarschijnlijk. Ja, ik heb nu twee plekken waar ik, die ik nodig heb, hè. Die wil ik niet. Ja, maar dat verkoopt ook niet. Oh, die wil ik wel. Die is handig. Wat een lul, hè. Wat een lul. Juist, die wil ik zeker. Oh, maar die is 800. Die is pittig prijzig. Ik geef hem al een slang. Ja. Ik hoop zo meteen dat je gewoon 3 gooit en dat je weer de rest moet gaan verkopen. Ja. Maar hij heeft ook niet die verkocht. Nope. Ik vind het zo mooi, ik wijs ernaar, maar alleen jij kan het zien. Oh ja, de kijkers kunnen het helemaal niet zien. Nee. Maar het is de monopolie boven de bank. Mm-hmm. Ja. Weet je wat, ik gun het slime om eens een heel simpele reden. Nee. Ja, je onderhandelt tenminste gewoon, normaal. Ja. Ja, en nu moet je die bloempoort van mij kopen. Mm-hmm. Maar die is naar verhouding ook niet heel duur. Ja, 800 is gewoon verdomd prijzig. Weet je wat? Geef hem maar aan hem, ja, en dan ruil ik hem door. Laat ik hem ruilen. Precies. Zou die een single trade doen voor een... Nee, dat denk ik niet, hè. Mm. Ik wacht dan even totdat ik promotie heb gehad. Lijkt me inderdaad een beter idee, ja. Ik kan een force buyout, hè. Kan wel. Ik zou er toch mee wachten. Oké, okay. Wat weet je misschien wel gaan doen? Stocks kopen. C is die... Ja. 4, rechtsaf. Ja. Misschien alvast een spruce. Hè? Ja, dat is ook niet verkeerd. Welke heeft 999? Je hebt geen verzet in die kromme, hè? Dus... Deze. Ja. En die 122. Oh, ja, hoeveel zit in die 122? Die 130 pakken. Daar kan het meeste kapitaal in. En dan krijg je dus ook meer voor je stocks. Ja, precies. Huh? Ja, en dan gaat het soms nog een keer omhoog. Ik snap ook niet hoe dat helemaal werkt. Oké, commissies. Mooi. Ze bieden nooit zelf een trade of zo aan, hè? Dat vind ik wel jammer. Nee, maar ik denk dat dat ook misschien te ingewikkeld is voor de AI. 3. Dat is geen 3. Maar hij loopt zo meteen weer mijn straat in, dus... Yeah. Potentie? Nee. Ik zat nog wel in mijn achterhoofd van, het zal toch niet dat hij die 7's krijgt? Ja, hij gaat... Ja, dat is... Op zich wel geinig dat dat dan na verhouding zoveel... Zou hij dit zo doen, denk je? Ik zou 800 van maken en kijken wat er gebeurt. Je doet het niet? Nee. Ik weet niet waarom, maar... Interessant. 7. Oh! Okay, monopolie. Toch gegeven, als jij had geworpt en je was op Estate Agency gekomen, was het ook gelukt. Nou, dan heb je bijna je lus klaar.
Je hebt wel een straat waar veel kapitaal in kan. Kijk, 4. Drie. Zes. Had gekund. Toch even slime het ook zo meteen die kant op. Wauw. Het is de enige die gewoon normaal kan betalen waarschijnlijk. Ja, anders nog. Ja, ik heb hier trouwens stocks in zitten. Ik beter hier in doen. Ja. Dat is inderdaad wel beter, ja. Stoks bijna op. Maar ik heb bij jou natuurlijk nog stoks erin. Ja, precies. Ja. En ik zou er liever meer in willen sproesen, maar ja, die lulletje rozenwater wil er niks mee. Dan doet hij dat. Nee. Wat een feest. En dan gooit hij erin, wanneer hij niet meer nodig is. Ja. Ja, je meer in helemaal stok zitten, dus ja. Laat maar dan. Ja, dan krijg je onderhandelen met slime als je dat zou willen. Ja, maar dat kan ik daar ook en dat doet hij ook niet. Of dan 2-1, zeg maar. Dat kan eventueel wel. Ja, dat is wel een goeie. 2-1 zou wel een goeie zijn. Breekt hij waarschijnlijk de hele hem. Ja.
Behalve die fucking ene die ik nodig heb, hè? Ja. Maar dat zie je dus ook. Hij verkoopt dus letterlijk alle onderdelen. Ja. Maar zolang hij nog een straat erin heeft, is het goed. Ja. Nog een feature die ze erin moeten doen, bij als er een vervolg komt. Die je ook gewoon druk op, ik wil niet meer bieden. Zodat het gewoon een ding over is. Best wel spannend, denk ik. Denk het ook. Alleen, ja, ligt eraan. Want het kan ook heel goed zijn dat het zometeen gewoon over is. Mm-hmm. Want zowel Mario als slime bakken er al helemaal niks van op. Lul. Nou ja, het ding met slime is, hij onderhandelt wel. Je kan er tenminste mee dingen doen. En de tegenwoordig die je doet is nog redelijk. Drie keer of 3,2. En die zoals Mario, van ja, ik wil eigenlijk een forced buyout. Yeah. Ja. Is goed mee, hè. Nee, dan zou ik 410 betalen. Ik moet nog door Jan Straat zo meteen heen, hè, dus. Laten we met dit ding even slim zijn. En mooi is Mario komt van linksboven, dus hij moet naar beneden. Ik heb geen idee. Vierlandje op jezelf, vierlandje op jezelf en vierlandje op jezelf. Dus of op jezelf, of op jezelf, of op jezelf. Of op Mario. Dat kan ook nog. Had ook nog gekund, ja. Nou, ga ik nu spoezen? Ik weet niet of ik nu wil spoezen eigenlijk. Ik laat maar spoezen of niet. Slijm gaat 2 gooien zo. Dan ben jij. Ja. Nou, het is af. Dat is 1 uur, een kort potje. Ik zei het toch, de finale is opeens heel kort. Oh, hij kan het halen. Ja, hij heeft genoeg shops, hè. Oh, dan is het niet over. Oh, ik dacht dat het over was. Nee, je hebt nog zat shops om te verkopen. Hij is echt een lul, hè? Ja, dan verkoopt hij nog die 2 bovenin. Oh, gelukkig. Eindelijk, je laatste shop. 800. Ja. Ik vind het ook zo... Kijk dan eens naar Mario. Ja. En dat is dan S-difficulty, hè? Mm-hmm. Ik snap er niks van. Goed, next.
Ja, ik ga ook zo meteen niet bieden wanneer die achter ons is. Dus daarvoor moet je al genoeg betalen, dus dan ga ik ook niet flauw voor doen. Ja, ja, de startingprijs is al boven zijn stok zijn. Ja, ik snap niet wat Mario heeft gedaan deze pot. Heel weinig. Ja, deze is misschien interessant, omdat je aan twee kan wisselen voor die rode, maar ja. Maar Mario wil niks, dat is het hele probleem. Dat is het hele probleem met die, nou. Geel lusje. Dat is een heel mooi geel lusje, alleen ja, een beetje jammer van dat rode. Nee. Kopen. Nee, doet het niet. Ik ga niet sproeven. Lijkt me inderdaad ook even niet handig. Daarvoor moet je even wachten tot zowel Slime als Mario voorbij mijn straat is. Dan kan je wel eens cruisen. Ik zie waar dit naartoe gaat. Dat is mooi dat je ziet waar het naartoe gaat. Van 600 euro nog een redelijke prijs. Zeker. Maar ik heb ook nog steeds geen promotie, hè? Mijn dingen zitten allemaal aan de andere kant. Is dit de no promotion domination challenge? Bijna wel, ja. Stokjes kopen. Nou, dat is sad. Ja, lullig hoor. Ja, heel lullig. Kom op, Mario kan nog langs me heen lopen. Slime is ook nog niet van me af. Toch, daar kon ik ook niet heel veel mee betalen. Soms heb je van die rare shops waarin die gewoon laag, dat die gewoon laag blijven. Ja. Ik zal wel knap vinden als die dan weer gaat komen. Ja. Je bent volgens mij doorheen. Ja. Nou, kan je die Monopoly afmaken. Ja. Maar ja, Sly heeft nou geen shops meer over. Kijk, betalen! Eén. Nu is het echt af. Ja, niet veel geld meer. Nu is het echt af. Oh, ja, ja. Typerend, laatste bord. Een van de kortere. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Maar ook typeren dat ik dan eind, dat ik in het laatste bord win. Ja. De winnaar is me. Yes, the winnaar is you. En volgens mij heeft Slime door deze weg gewoon helemaal ingeholpen. Jordi.raar. Ja. Ja. Onterecht, voor sportmanschap vind ik dat Slime dead is. Ik ook. Want op zichzelf gebeurt er niet. Nee. Alleen Slime moest gewoon een paar keer betokken. Even kijken. Number of payments, 17 keer. Huppakee, jij betaalde 6.000 zowat. Ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van Fortune Street, de serie. Het is afgelopen. De volgende serie die waarschijnlijk aankomende... Welke dagen wordt dit ook nog geüpload? Woensdag en zaterdag. Die aankomende woensdag online komt, zal waarschijnlijk weer met Jordi zijn. We moeten nog even bespreken wat we nou precies gaan doen. Ja, volgens mij zijn we er al over uit. We gaan het in ieder geval zien. Ik heb nog mening te zeggen, dat is adios, amigos.